is mooi dat ze nu de stap gaan maken weer. Inderdaad niet met het beste voetbal. Nee. Maar ze hebben wel, wat Jan zei, overal het wel meer stabiele en ja, het beste team. Ja, dat is wel, dan ook. Dat is wel duidelijk. Ja, ja, hoe dan ook. En ja, dat ze snel mogelijk terug moesten, dat was wel duidelijk. Dat is wel duidelijk, ja. Ja, ja. Voetbaltijd wordt mede mogelijk gemaakt door... Welkom bij een nieuwe aflevering van Voetbaltijd vanuit het Van der Valk Hotel in Enschede. Met vandaag in de opstelling als vanouds Jan van Sta, natuurlijk op René Wagelaar en in dit geval onze speciale gast Bertil ter Avest. Bertil, welkom. Ex-voetballer van FC Twente, Borussia Mönchengladbach, Roda JC, nog heel even de Graafschap. Hoe is het met je? Het gaat goed. Ja? Ja. Trainer? Trainer, ja. Sinds 3 jaar. Daarvoor een assistenttrainer geweest bij een amateurclub en ja, sinds 3 jaar dus trainer van Bomboys. Ja, Bomboys, ja. Haaksbergen. Ja. Ik kan me nog herinneren, Bertil, dat je zei net na je actieve carrière, het trainerschap en het trainersvak, ach, dat is allemaal niks voor mij. Wat is er veranderd? Nou ja, er zijn wat jaren overheen gegaan en dan ga je nadenken. Nee, ik heb 10 jaar lang eigenlijk niks gedaan met voetbal en op een gegeven moment belde Paul Krabbe mij. Die ging naar SVZW, mijn oude club, ja, waar ik begonnen ben, in Wierden. En die vroeg, wil je assistent trainer worden? En toen dacht ik, nou ja, laat ik maar eens kijken of ik het leuk vind voor een halfjaartje. En na een half jaar zat ik al op de cursus. Dus toen ging het heel snel. Ja, het vuurtje was toen echt direct al aan, zeg maar. En sindsdien ja, ga ik door het leven als trainer. Ja, we gaan het hebben over dat virus zo, wat in jou is gevaren. We gaan het ook hebben over het voetbal van het afgelopen weekend. We beginnen even met de topper, René. De wedstrijd tussen Ajax en PSV 3-1. De opstelling van PSV van tevoren, 3 brekers op het middenveld. Had jij dat ook gedaan of zeg je van, was logisch wat Van Bommel probeerde? Nee, eerlijk gezegd, ik had niet verwacht dat Van Bommel op deze opstelling zou komen. Ik had gedacht dat hij met Pereiro zou komen. Ja. Dus als aanvallende middenvelder, daar had ik duidelijk van. Dit vond ik erg laf, ja, zoals PSV speelde. En dit was eigenlijk wel vragen om moeilijkheden, want als je zag, Ajax was nog niet eens in topvorm. Want Ziyech vond ik niet helemaal top, ik vond Tadić niet echt top. Maar een Ajax in hele goede doen, ja, dat had denk ik wel met 3-4-0 meer gewonnen dan nu, zeg maar, de uitslag. Ja. Want... Beetje lafjes van PSV, Jan? Nou ja, goed. Kijk, hij denkt natuurlijk aan het resultaat, hè. Daar gaat het uiteindelijk om, als trainer. En ja, achteraf kan je dat altijd verdedigen, ja of nee. Maar ik vind wel Ajax uit in deze fase, die moesten winnen. Dat is gewoon een hele lastige wedstrijd. En dan zie je ook dat PSV, het was een hele rare wedstrijd ook. Met allerlei penalty wel, rode kaarten. Dat kon alle kanten nog op. Maar die rode was er wel één. Maar dat was er wel één. En met die karate trap. Ja, karate trap. Maar het is wel zo dat het goed voor de competitie is. Hè, dat we nog een heel spannend slot gaan krijgen. Maar dit soort wedstrijden is Ajax meestal iets beter. En nou ja, PSV heeft misschien gegokt op een gelijkspelletje. Ja. Ja. En Derksen en Co. en de Telegraaf moeten even uitstellen, hè, met Erik. Hij blijft maar winnen en blijft het maar goed doen. Dus aanval even weer temperen. Ja, nou ja, simpelweg, hij is nog in de race voor het kampioenschap. En over Erik ten Hag gesproken, daar hebben we het over de trainer van Ajax, jouw ex-ploegmaat, ex-Bomboys ook. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Waart zijn geest nog rond zeker. Op het sportpark? Ja, ja, ja. Ja, ze zijn trots op en terecht. Dus nee, dat wordt wel een eer gehouden. Ja, hoe kijk jij naar... En Erik, ik heb zo nu dan contact met hem en hij volgt Bomboys ook gewoon. En als we goede resultaten halen, dan laat hij dat weten en dat hij dat mooi vindt. Ja. We hebben 2 jaar geleden speelden we kampioen. Derde klas, de wedstrijd, de ultieme wedstrijd, zeg maar. Ja. En toen had hij een videoboodschap voor de hele ploeg gemaakt. Toen zat hij nog bij Utrecht. Ja. Ah, dat is leuk, die van die jongens echt fantastisch. En dat motiveert dan ook. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. En toen werden we ook kampioen. Dus niet dat het aan die spies lag, maar goed. Dat is wel hoe die... absoluut aan het trainen. Nee, maar dat is wel, geeft wel aan hoe die... met Bomboys begaan is en dat zijn oude clubjes natuurlijk. Ja, ja. Absoluut. Hoe kijk jij naar Erik nu? Hè? Hij ligt onder vuur vanaf het begin al en inderdaad van de Telegraaf onder meer. Ja. En toch weet hij mooi voetbal op de mat te leggen en hij trekt zich nergens iets van aan, is nog in de race voor 3 prijzen. Ja. Hoe kijk jij naar Erik? Absoluut een hele goede prestatie natuurlijk. Als je met zoveel tegenwind en gewoon je eigen weg blijft bewandelen en doen wat jij denkt wat goed is. En met zoveel druk van buitenaf en je presteert, dan ben je toptrainer. Ja, dat is duidelijk. Maar ik denk ook dat 90% van Nederland dat ook denkt. Alleen er zijn die 10% die blijven maar volhouden dat het niet dan zo moet is. Die, Kijk, en ja,
je moet gewoon kijken wat die neerzet. Ja. En niet alleen bij Ajax, ook al bij Utrecht. En dan kun je alleen maar petje afnemen. Hey, Bertel, als jij goed met hem kan, kun je dan niet zorgen dat hij weer terugkomt? Even. Dat zou wel een zegen zijn. Bij FC Twente? Ja, dat zou een zegen zijn. Is dat niet te vroeg dan nog? Morgen. Hij zit nu nog even iets beter. Maar ja, goed, ja. Ik denk misschien op termijn dat hij dat ook wel... Dat is natuurlijk wel zo willen. Een wet van mede en persoon dat hij ooit een keer bij FC Twente de hoofdtrainer wordt. Hè. Is het niet over 2 jaar, dan wel over 10 jaar? Nou ja, het zal ook misschien als technisch directeur nog een keer kunnen zijn. Ook, ja. Dat zit je, maar goed, in zijn carrière en waar hij nu zit, welke stappen hij heeft gemaakt, zal je eerder denken al nog een keer aan het buitenland. En hij is natuurlijk nog jong ook en ambitieus, het lijkt mij. Mm. Ja. En er is altijd nog een keer een moment dat hij naar het oosten terug gaat keren, lijkt mij. Hoe dan ook, ja. Inmiddels is de vraag in zaken FC Twente al lang niet meer of FC Twente kampioen wordt, maar wanneer FC Twente kampioen wordt. Jan, wat denk jij? Ja, als je het zo allemaal volgt en ziet. Nee, maar we hebben het al heel lang aangegeven. Hè, dat dit geef je niet meer weg. Gezien de concurrentie, die hebben ook zoveel punten laten liggen. En Twente is gewoon een meest stabiele club. En als elftal. Dus dat zie je dan ook terug. En die wedstrijden zijn dan allemaal niet geweldig. Maar de punten zijn geweldig. Zakelijk is het. Ja, maar het is gewoon met die achterban, het stadion. Het is Eredivisie waardig. Het is eigenlijk onderhand Europees waardig. Ja. Ja, dan win je wedstrijden door. En Jan had hard. Ja, nee, maar zo is het gewoon. Je bedoelt alleen toeschouwers. Ja, het stadion. Ja. Ja. Maar met veldspel, daar hoeven we het niet over te hebben. Het gaat om het resultaat en ze moeten snel terug. En dan voldoen ze aan, dus prima zo. René, Assaidi plotseling tegen Den Bosch een basisplek, een soort oeuvreprijs voor hem. Verrassend. Ik denk toch maar een soort beloning, want er was even wat onvrede natuurlijk bij hem. Ja. En het was op gras, dus dat kan die ook wel, maar ik vond hem niet goed. Nee. Heeft hij niet meer de spritsigheid om... Nee, het is een beetje vermoeid. Hij is natuurlijk zo lang uit geweest. Ja. Ja. En dan de eerste keer basis, ja, dat is gewoon moeilijk. Ja. Maar ook in het begin niet, Bertel. Soms kun je dan, als je na een uur moe wordt... Maar ik had ook niet de eerste helft indruk hij zat er niet echt goed in. En het is natuurlijk ook geen elftal Twente wat ontzettend goed loopt. Ja, ze winnen wel heel veel wat Jan zegt, maar... Goede organisatie is het meer. Ja, precies. Ja. En het is geen geoliede machine waar heel veel voetbal in zit nu. Ja, en dat is voor zo'n moeilijk dan ook wel moeilijk. Ja, ook als hij de bal had, bedoel ik, dan was het niet even iets flitsends wat hij een paar weken daarvoor nog wel had. Ja. Goed. Hoe volg jij Twente nog? Zit je in het stadion? Ik volg het. Het is tegenwoordig vrijdagavond, dus jij bent natuurlijk zelf op zondag actief. Ja, ja. Nou, ik volg het op een afstand. Ja. Zo nu al zit ik op tribune, maar wat ik zeg, ik zit er niet vol in, zeg maar. Nee. Maar goed, ik volg het wel. Ja. En het is mooi dat ze nu de stap gaan maken weer. Inderdaad niet met het beste voetbal. Nee. Maar ze hebben wel, wat Jan zei, overal het wel meer stabiele en het beste team. Ja, dat is wel duidelijk. Ja, hoe dan ook. En dat ze snel mogelijk terug moesten, dat was wel duidelijk. Dat is wel duidelijk. Ja. Ja. Je hebt nog wel een stage gelopen bij Bertel, of niet? Ik heb voor mijn TC2, onder 14 met Jeroen Heubach. Was toen trainer daar. Dus toen heb ik een jaartje meegelopen, zeg maar, jeugdopleiding. En toen heb ik wel iets meer kunnen zien natuurlijk. Ja. Maar sindsdien ben ik ook mijn eigen weg gegaan. Wel ambities bij Bill? Nou, daar moet er wel echt iets moois langskomen. Net als ik ben net begonnen. Hè. Ik ben 3 jaar bezig. Een jonge godman. Ja, absoluut. Niks aan oud. Niks, man. 38, 38 is niet oud. Nee daarom. Tuurlijk niet, man. Hij ligt er gemakshalve even 5 jaar vanaf, maar dit is zijde. Jan, de voetballer Bertel ter Avest, hoe staat hij bij jou op het netvlies? Dat is een technisch vaardig en slimme speler. Ja. Ja, gewoon iemand die het overzicht heeft, die rust aan de bal heeft. Ik denk dat zo in mijn beleving het type is. Er zijn er niet zo gek veel meer van. Die weten wat ze met de bal moeten doen, die baas over de bal zijn. Ja, ja. Ja, zo'n type speler was hij natuurlijk ook. En over de linker ausenbaan, hè, de goede jaren. Je hebt toch wat extra's, die linksboot, je hebt toch wat extra's altijd. Hè? Daarom ben ik ook maar naar Duitsland gegaan. Eerst, wat vond jij jouw hoogtepunt uit je carrière bij FC Twente? Daar heb je 11 jaar gespeeld. Nou, het lullige is, ik ben in 2000 ben ik weggegaan en in 2001 winnen ze de beker. Ja. Dat is geen hoogtepunt, dat is wel een dieptepunt eigenlijk. Ja. Maar ik heb wel mijn beste jaren gehad, 99, 2000, de laatste 3 jaar, onder Fred Rutte. Dat was voor mij wel een speelde ik gewoon echt heel goed. Ja. En toen was ik ook, had ik ook echt het gevoel van, dit is het niveau wat ik moet halen, zeg maar. Ja. Daarvoor was het echt wel dit, hoor. Ja. Toen ben ik dus naar Duitsland gegaan. Ja, mooie transfer afgedwongen. Absoluut. Borussia Mönchengladbach. Ja, destijds tweede Bundesliga. Hè? Ja, dat moeten we wel even Hans Meijer ging daar naartoe. En, ja. uh,
En het eerste jaar, promoveerden we ook direct weer terug naar de Bundesliga. En dat was ook een fantastisch jaar, dat jaar in de tweede Bundesliga. Dus, en was het nog op de Beukelberg? Ja, absoluut. Ja, was het op de Beukelberg. Dat was een beetje hetzelfde verhaal als nu Twente. Daar zaten gewoon in de tweede Bundesliga 35.000 mensen. Ja. Oh. Fantastisch. Ook een echte volksclub natuurlijk. Ja. Goede tijd gaat daar dus? Ja, eerste jaar wel sportief. Ja. En een blessure gaat op mijn schouder gevallen. En daarna eigenlijk heel veel moeite gehad om in de basis terug te komen. Ja. En uiteindelijk, na 2,5 jaar ben ik ook wel weggegaan. En ik zeg, ik wil weer voetballen. Ja. En toen heb ik nog een jaartje Graafschap geplakt. En toen zei Magillus Pees van nu ja, is klaar. Ja, ja. Dus toen was ik 32. Ja. En dat vond ik heel jammer, want ik had eigenlijk nog wel even... Je was wel een liefhebber. Liefhebber zeker. En ik was nog super fit. Ja. Oh. Op mijn Achilles Pees na dan. Ja. Maar zo gaan die dingen. Die allemaal gebeuren. Ja. Relativeren. Ja, je komt op vierde, dat is vlakbij Almelo. Ik zoek even geforceerd een bruggetje. Heracles. En over de Graafschap gesproken, jouw ex-hub, die wedstrijd eindigde dit weekend in 1-2 voor Heracles. Vraag niet hoe. René. Vraag niet hoe, nee. Het was ongelooflijk. Ik denk dat wordt met een 3-4-0 geschoten. Ja, en twee keer, het is ongelooflijk. Fantastische doelpunten trouwens. Hè? Beetje gestolen overwinning. Ja. En als je ziet de Graafschap, wat voor power er op het moment in zit. Dan zag je eerste helft. Die hebben het goed voor elkaar. Nu. Oh, dat staat eigenlijk wel. En voorin. Het was erg verrassend dat ze dat wonnen. Dat vond ik wel. Jan Heracles, op deze manier, Europees voetbal longt ergens aan die horizon zelfs. Hè? Nou, de play-offs, hè? In ieder geval. Die komen steeds dichterbij. Ja. Maar goed, dit soort wedstrijden zitten er ook tussen. Hè. Ze spelen vaak wat beter. Dit zijn gestolen punten, maar die neem je ook mee, die wedstrijden. En er zijn meer ploegen die wel eens onverdiend winnen. Maar ze hebben geweldige doelpunten gemaakt nu, binnen 5 minuten. Terwijl ze eigenlijk gewoon met 3-4-0 achter moeten staan. Dat was een beetje het beeld van de wedstrijd. Maar het is wel een keer leuk, dat zit nu een keer mee. En met name Duarte vond ik een keer leuk, want die kwam toch van heel ver. Fantastische doelpunten. Oh, geweldig. Mooi. Welke spelers hebben ze eigenlijk opgezegd bij Heracles? Ook Duarte? Of? Nou, dat lijkt me niet. Daar willen ze mee door, geloof ik. Hè? Of toch niet? Koemas en Pedersen gericht, hoor ik. Drosten wel weg. Drosten wel weg. Maar die moet ook gaan spelen op die leeftijd elke keer. Ja, 29 is die. Ja, dan moet je die kan toch nog wel ergens spelen, man. Spelen. Dat is een goeie voor Go Ahead. Go Ahead zou prima... Is dat een speler van FC Twente, Wout Drosten? Dat las ik ergens van de week, ergens. Nou, dat denk ik niet. Ja, vind ik moeilijk. Als je naar volgend jaar kijkt, als ze Eredivisie gaan spelen, ik weet het niet. Daar moeten wel spelers bij natuurlijk, absoluut. Dus Drosten daar één van is, vind ik moeilijk in te schatten. Ja. Heel even Heracles, wat jullie zelf al opperden zojuist. Welke spelers moet Heracles absoluut houden? Ja, maar goed, we hebben het over de buitenspelers. Die zullen heel lastig te behouden zijn, gezien hun vorm. En maar die willen steeds weg in de winter. Ja, maar nu komt het laatste jaar aan, Ed. Ja, nu komt het weg. Jaar. En maar zijn er nog een optie? Dus die is gelicht, allebei? Ja. Ja, dus dan hebben ze één jaar. Dus kunnen ze geld vragen? Ja. Dat moet, anders lopen ze zo weg. Ik denk dat ze allebei ook wel weg willen, toch? Ja, tuurlijk. Bruns en Ter Wierik liep ook zo toen de deur uit gratis. Maar ik denk dat de play-offs voor Heracles, als je dan met deze spelers dat zou halen... Dan moeten we ook de volgende stap gaan maken. Want elk jaar voor Heracles de play-offs halen, dat zal niet meevallen. Nee. En worden deze spelers dan bij Heracles dan nog beter als international? Dat is de vraag. Dus ik denk dat Heracles er slim aan zou doen om ze toch nog wat geld er binnen te harken. Ik heb wel een goede opvolger gezien voor Pedersen zaterdagavond. Burgzorg. Ja, goede speler. Van de Graafschap. Goed bezig. Ja. Dreiging, naar binnen schieten. Ja. Goede speler. Absoluut goede speler. Ja. En Benschop in de spits, sterke jongen. Ook. Veel in Duitsland. En El Jebeli, hè? Ja. Oh, wacht even. Die vergeet je nog even, hè? Ja, maar die zal wel vast liggen. Ja, maar die zal ook wel volgende stappen willen maken. Ja, goede speler. Dan zijn er een aantal clubs die hem wel volgen, lijkt mij. Nou. Als je tenminste de scouting voor elkaar hebt. Ja, hebben lijkt ze mij wel. Jawel, daar wel. Oh, natuurlijk wel. Dat zit daar wel goed. Zit goed bij Heracles. Ja, dat is duidelijk. Nog heel even terug naar Bertil. Bertil, zoals je net zei, je bent ooit door dat virus toch gepakt. Het trainerschap, dat zit je goed. Bomboys op dit moment, waar ligt jouw horizon op dat gebied, gevoelsmatig? Wat ik net al zei, ik ben net begonnen en ik ga volgend jaar ook UEFA doen, dat is TC1. Dat duidt ook op ambitie? Ja, zeker wel. En, dus dat opent wel meer deuren, ook in het amateurvoetbal, om wat hoger op te kunnen gaan trainen. En die ambitie heb ik zeker. Ja. Of een BVO ergens in de toekomst, ik heb een eigen bedrijf, daar zal al heel wat goede voorwaarden moeten komen om dat te gaan doen. Maar goed,
trainersambitie heb ik absoluut. Dus ja, wie weet. Je bent het gewoon leuk gaan vinden. Je hebt een groep. Ja, en ik je weet je, ik ben 10 jaar dan uit die voetbal gegaan en je komt er weer in en je denkt van, ah ja, dit is eigenlijk wel wat ik voel. En toch wat wel? Ja, absoluut, absoluut. Is het mooier dan zomervissen? Dat is een moeilijke. Nee, wat is dat dan, zalmvissen? Ja, dan zou ik toch voor zalmvissen. Ja, absoluut. Met je benen in een rivier in Canada staan met een vlieggevishengel. Nee, dat is het ultieme. Met Paul Bosveld aan je zijde? Ja, ook. Ja, ja. Een paar jaar geleden geweest. En, maar goed, weet je, je staat niet elke dag met je benen in een mooie, machtige rivier. Dus dan moet je maar op veld staan. Wel in het Twentse klei bij Bobo. Precies, ja. En in de toekomst, we gaan kijken wat het brengt. Nog heel even, wie wordt de kampioen van Nederland, Jan? Nou, ik heb steeds gezegd PSV. Waarom? Omdat Ajax natuurlijk nog een aantal hele zware wedstrijden gaat krijgen. De komende periodes. Hè? Ja. En dat zal misschien net... Juventus 2 keer, de bekerfinale. Nou ja, dat zal misschien net iets te veel zijn als ik ze zo zie. Maar goed, het wordt in ieder geval hartstikke spannend tot het eind. Maar ik denk toch PSV op het eind. PSV, wat denk jij... Erik is elke dag gaat hij opstaan, doet hij dit even oefenen. Ja. Elke dag hem die schaal even, weet je wel. Elke even, hup, hoe groot die is lenigheid er al in? Ja, in die schouder straks, dat hij dit de hele tijd moet doen. Midden in Amsterdam. Ja, ze moeten nog wel Ajax 2 punten goed maken, hè? Achterstand. Jawel, maar dat gaat wel lukken. PSV speelt zo matig ook in die kleinere wedstrijden. Die gaan er nog eentje verliezen of gelijk spelen. Ze moeten het ergens vandaan toveren, natuurlijk. Nee, wat denk jij? Ajax. Ik denk ook Ajax. Ik zag gisteren nog even zo'n lijstje, ik weet niet, bij Studiosport. Als ze naartoe moeten nog. Ja, en PSV toch net iets moeilijker, vond ik. En Neverené zegt, ze slaat wel puntjes liggen hoor, ook bij kleine clubs. En ja goed, en ik hoop ook voor Erik dat hij gewoon die titel pakt. En dat niet 90% denkt van, wat is hij goed, maar dat 100% denkt van, dat is echt een goede trainer. Dat op Telegraaf en Derksen het zeggen. Ja, precies. Dat zou is skepsis. Maar goed, dat is meer een beetje een persoonlijk dingetje. Ja. Maar nee, ook qua voetbal vind ik Ajax ook gewoon mooi om naar te kijken. Ja, er staat echt een heel mooi elftal. Dat vinden alle voetballers. En ze moeten weer een nieuw team bouwen, hè? Dat wordt nog een hele klus. Ja, maar het mooie is dat ze nu wel, wat achter de hand qua geld. Dus ze kunnen ook gewoon eens, en dan gaan ze ook doen wat ik hoor over, maar ze gaan ook gewoon echt... Marien is er al. Echt goede spelers kopen. En dat moet ook, want als je ambitie hebt om in Europa wat te willen voorstellen, dan zou je dat wel moeten doen. Dat klopt. Twee prognoses even voor het komende weekend. FC Twente speelt thuis tegen Dordrecht. Wat denk jij, Jan? Ik denk 4-1. 4-1, niks aan de hand. Wat denk jij, René? 3-0, 4-0. 3-0. Ja. Ik denk 1-0. Het is niet zo heel moeilijk, hè? Maar 1-0 is ook genoeg. En dat hebben ze vaker, dat resultaat. Nog één andere wedstrijd. Heracles speelt thuis tegen NAC. Ja, met de moed en wanhoop in Breda. Met een nieuwe trainer. 1-1 gespeeld, hè? Ruud Brood dit weekend. Wat gaat het worden, Jan? 2-0. Ook niks aan de hand. Nee. Ja, ik ook 2-3-0. Heracles. Ik denk wel 4-0. 4-0. Ja, ik denk Dalmau nog een paar weer. Dalmau, ja. Sang onklangloos, zeggen ze bij onze oosterburen. Dat weet je nog, hè? Ja, klopt. Uit die periode. Ja. Mooi. Dankjewel. Dat was weer een aflevering van Voetbaltijd. Met zoals gewoonlijk Jan van Sta, René Wagelaar en in dit geval onze speciale gast, Bertel de Avers. Bertel, bedankt. Graag. Mooi dat je er was. Ja, en we wensen je succes met je leven in de voetbalrij en vooral ook daarnaast. En vooral ook met het vliegvissen enzovoort. Maar goed, dit geheel terzijde. Volgende week zijn we er weer en dan met een heel speciale gast. Voetballegende Willem van Hanegem is dan te gast in Voetbaltijd. Dat zien we volgende week. Tot ziens, tot dan.